Ja, vrienden. Ja, dat moet me. Moet me toch weer even iets van het hart, hoor. Hebben jullie je daar nou ook niet aan gestoord? Aan dat hele gedoe rond Schiphol? Nou, zeg. Ik bedoel, dat kan toch van geen kanten? Daar zit daar gewoon zo'n directeur, hè? Zo'n de baas Schiphol. Ene Dick Benschop. Weten wij veel. En zo'n man die komt er ineens in beeld. En die begint daar een beetje te wauwelen. En je ziet ook op tv. Dat is een hele, hele matige broeder. Ja, daar zit niks bij. En ja, het is onvoorstelbaar. En dan denk ik, meneer Benschop. Wat wil je nou? Je hebt daar een puinhoop van gemaakt. Een chaos eerste klas. En ga dan lekker zelf tussen staan, meneer Benschop. Ga jij daar lekker 3 uurtjes daar in een rijtje staan. En dan erachter komen dat je vliegtuig al weg is. Of dat je vlucht helemaal geannuleerd is. Ja, ga dat lekker doen. En dan moet je nog maar zien dat je dan later nog je geld terugkrijgt van je vlucht. Hé, hey, en dat al dat gedoe voor al die mensen, al die ellende, dat komt allemaal door jou. Omdat jij gewoon de personenmieter bent om even aan de slag te gaan. Want dat is er nodig daar bij Schiphol. Daar moet gewoon iemand komen die gewoon eventjes de handjes uit de mouwen steekt. Eventjes opstropen, eventjes in de handen en aan de gang. Maar niet zo eentje als jij, want jij, vrienden, die Benschop, die verloor in 2002, was die campagneleider Partij van de Arbeid, verloor die 22 zetels. Ja, eens een loser, altijd een loser. En dat ben jij, Benschop. Jij zit gewoon op je handjes in de vergaderkamertjes en daar zit je maar pom 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 pom. En dat is het. En daar bestaat je hele loopbaan uit. Ja, en nu zitten wij, de Nederlanders, die zitten met al het gedoe omdat jij de boel niet op orde kan krijgen in dat Schiphol. Heb je al maanden, zag je dat van tevoren aankomen, man. Die gasten die zeggen alleen maar ik wil meer geld hebben. Punt. Betaal ze dan ook meer. Het is ook wel een ongelofelijke klotenbaan die die mensen hebben met die koffers. En die beveiliging die hadden ook al lang gewaarschuwd. Regelt het dan, daar zit je daarvoor. En dat doe je niet. Dus ja, nou, en nou zitten we dan. Ja, en ieder ander, jullie en ik, we waren al lang weggestuurd. Tuurlijk, we hadden al lang dit gebaar gezien. Wissel, douchen en naar huis. Weg. Nee, maar niet meneer Benschop. Nee, en hoe komt dat, vrienden? Kijk, dat heb ik even uitgezocht. 70% van Schiphol is eigendom van de staat. En valt onder, ja, daar komt ie, ja, hou je vast. Valt onder het ministerie van Financiën. En wie zien we daar weer? Ja hoor, daar is ze weer. De kakelende Kaag, die gaat daarover. Nou, en we weten van kakelende Kaag, die kan niks en die doet niks. Dus vrienden, voorlopig hou je gewoon chaos op Schiphol.